Hallo en welkom bij de zesde aflevering van deze vogelbeginnerscursus deel 2 alweer. Vandaag hebben we het over de hegemus en de winterkoning. Dus laten we beginnen. Laten we beginnen met de winterkoning. De winterkoning is een heel veel voorkomende vogel in Nederland die houdt van wat struiken die hem de dekking bieden om een nestje te bouwen. Daardoor komt de winterkoning vooral in bossen voor, maar ook wel in tuinen en parken. En zoals je kan zien komt hij in heel Nederland wel voor. En het is een standvogel, dus hij is er het hele jaar door. Ja, en ondanks zijn naam kun je hem toch niet echt een koning van de winter noemen, want hij kan slecht tegen strenge winters. En wetenschappers denken dan ook dat de zachte winters van de afgelopen decennia een oorzaak zijn van het feit dat de winterkoning in aantallen toeneemt. En qua voedsel eet hij met name kleine insectjes en zaadjes. Dan de hegemus. De hegemus is ondanks zijn naam geen mus. Wel is het echt een vogel van dorpen en steden. Hij is met name dol op tuinen waar wat struiken of een heg in staat, zoals zijn naam al doet vermoeden. En hier broeden ze dan in, net als de winterkoning eigenlijk. De hegemus komt overal in Nederland wel voor, behalve in het noorden komt hij duidelijk wat minder voor, vanwege de grootschalige landbouwgebieden die je daar hebt. Ook de hegemus is een standvogel en qua voedsel eet hij, net als de winterkoning, voornamelijk kleine insectjes. En in de winter schakelt hij dan over op kleine zaadjes. In februari kun je de hegemus al horen, want dan beginnen de mannetjes al met zingen, meestal vanaf een hoog punt. En wat bijzonder is aan hegemussen, is dat zowel man als vrouw een eigen territorium hebben en dat er alleen gepaard kan worden als de territoria van man en vrouw overlappen. Het gebeurt ook vaak dat zowel man en vrouw hierdoor meerdere partners tegelijk hebben en ook jongen van meerdere nesten tegelijk opvoeden. Laten we dan kijken naar het uiterlijk van beide vogels. Nou, ze lijken best wel wat op elkaar. Zo hebben ze bijvoorbeeld allebei een lang, dun snaveltje dat past bij een insecteneter. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Ten eerste de grootte. De winterkoning is een heel klein vogeltje, ongeveer 10 centimeter, dus een beetje hetzelfde formaat als de tjiftjaf. De hegemus is een stukje groter, ongeveer 15 centimeter, dus ongeveer even groot als een koolmees. Verder is de winterkoning voornamelijk bruin met een licht gestreept patroon en hij heeft een duidelijke lichte wenkbrauwstreep. Maar zijn belangrijkste kenmerk is zijn opgewipte staart. Dat heeft geen enkele andere vogel. De hegemus wordt qua uiterlijk nog wel eens verward met de huismus en dat komt met name door zijn bruin-zwart gevlekte patroon op de vleugels. Maar als je goed kijkt kun je ze wel redelijk makkelijk uit elkaar halen, want ten eerste is de snavel van de huismus heel anders, namelijk dik en kegelvormig. En ten tweede heeft de hegemus heel veel grijs, met name in zijn kop en buik. Dan het geluid. Het zijn beide fanatieke zangers, met name bij de winterkoning vraag ik me vaak af hoe er zoveel volume uit zo'n klein vogeltje kan komen. Zoveel zelfs dat je serieus het risico op gehoorschade loopt als je te dichtbij een zingende winterkoning bent. Ja, zijn lied klinkt zo. Het is een luid en ook wel lang liedje met afwisselend heldere tonen en rollers. Het lijkt wel wat op de vinkenslag, maar de vinkenslag is veel korter en eindigt ook met de typische slag. Dit is namelijk de vinkenslag. En dit is de winterkoning. Dan de hegemus. Die heeft een heel mooi snel en kort liedje met weinig variatie. Nou, zoals altijd sluiten we deze aflevering ook weer even af met een quizje. Welke vogel is dit? Dit is een vrouwtje huismus, te herkennen aan de bruine kleur, bruin gevlekte vleugels en kegelvormige snavel. De huismus lijkt heel erg op de hegemus, maar de hegemus heeft juist een lang dun snaveltje, typisch voor een insecteneter. En qua kleur heeft de hegemus meer grijs in zich. Welke vogel hoor je hier? Dit was de vink met zijn typische vinkenslag. En welke vogel hoor je hier? En dit was de winterkoning met zijn luide en lange zang met veel verschillende tonen en rollers. Tot zover dan weer deze aflevering over de winterkoning en hegemus. Volgende week gaat het over twee vogels die prachtig mooi kunnen zingen. Namelijk de zanglijster en de spreeuw. Dus ik hoop je daar weer te zien.